Deze zalm krijgt wel een hele speciale behandeling in deze video. We marineren de zalm in een speciaal bier. Wil je weten welk bier? Gewoon even kijken. Jongens, goede tijden komen eraan. Het is lente. En Brouwerij de Molen zal Brouwerij de Molen natuurlijk niet zijn als ze daar wat op hadden bedacht om daar een heerlijk biertje bij te gaan brouwen, of niet? Absoluut. En wat is het dit keer geworden? Het is de zomer en passie geworden. Nou, zomer en passie, nou ja, aan de ene kant natuurlijk de zomer, maar aan de andere kant die passie, die willen we terug. En voor de passie in dit geval de passievrucht, daar komt hij aan terug. Kijk, nou, het is in de basis een Weizenbock, 7,5%. Dus we zitten een beetje in de karamelhoek van de Weizenbockhoek. En het Weizen gedeelte zorgt voor een hele mooie banaansmaak. Die komt uit de vergisting. Ja, en dan vervolgens voegen wij er nog passievruchten aan toe. En dan krijg je echt een heel mooi fruitig bier. Een klein beetje een zuurtje erin, banaantje achterin. Ja, daar kun je ontzettend mooie dingen mee maken. Er zit ook een klein zoetje in dus? Ja, zeker. Zeker een zoetje erin. Ja. Oké. Okay. Een Weizenbock kan ik niet met wit bier vergelijken, toch? Nee, zeker. Het is geen Hoegaarden bier, dat is een soort. Wit is citroen, Weizen is banaan. Nou, kijk, die wist ik ook nog niet. Goeie tip. Zomer en passie, het lentebier. En dat is natuurlijk het bier wat je doet verlangen na de zomer. En wat is ook lekker in de zomer? Licht maaltijdjes, licht niet te veel. Dus ik dacht, zalm. Wat we gaan doen is, we gaan zalm hierbij bereiden. Maar we gaan niet alleen bier erbij drinken, maar we gaan ook de zalm marineren. In deze zomer en passie. Dat dus, een goed idee. Toch, denk ik. Nou, ik hoop dat het straks gaat smaken. Wij gaan er lekker mee aan de slag. Biertje is er binnen, tijd om te gaan barbecuen. Ja, Bastiaan, volgens mij heb je de verkeerde doos. Ja. Want we gaan niet met beef aan de gang, maar we gaan met zalm aan de gang, toch? Oh, ja. Maar ja, dan heb ik een verrassing voor je, want er staat natuurlijk wel beef. Ja. Exclusief. Maar ze hebben exclusief voor ons en voor jullie allemaal geregeld dat er ook zalm verkrijgbaar is. Oh, echt? Ja, maar dat verkopen ze ook. Kijk eens, mooi. En wij hebben zalm met het. Ja. Want dat is makkelijk voor het recept wat we gaan bereiden. Oh, dus je hebt bewust gekozen voor huid? Ja, ja. Jip. Oh, okay. Mooi, hè? Lekker. Ik vind zalm echt lekker. Goeie deze hoort erbij natuurlijk, hè. Die hebben we gekregen en daar zijn we heel blij mee. Daar gaan we wat mee doen. Wat gaan we hiermee doen? We gaan hier de zalm in marineren. Ja, ja. Zalm in bier. Dat geeft op de barbecue heel veel plezier. Plezier. Bas, hoe ga je beginnen? Nou, ik haal even deze dunne slap eraf. Dunne slap? Ja, dat is eigenlijk dit gedeelte hier, zeg maar dit. Hè. Die ga je voor de soep gebruiken? Ja, ja, zalmsoep. Ja, kijk, precies. Volgende week voor de zalmsoep, zou ik zeggen. Dat is lekker hoor. Oh, ja, ja, weet je dat? Je kunt zoveel soorten. Mijn opa, ja, dat klinkt heel gek, maar die maakt altijd zalm. Ligt aan, wat je gaat vertellen. Nou, die heeft slaasloep. Slaasoep. Ja, gemaakt. Oh, echt? Ja, echt waar. Nou ja, ik had er nog nooit van gehoord. Nee. Ik weet er niet of het meer gewoon een probeersel was, maar het smaakte lekker. Dat is lekker, ja. Ja, echt waar. Moeten we ook een keer doen op de barbecue dus? Slaasoep. Slaasoep. Ja, ja, slaasoep. Oh, kijk, achter ons wordt een van de van onze vorige gerechten geproefd. Ja. Zo, bewijs dat niet alles wordt weggegooid. Nee, precies. Dat was onze vorige aflevering. Die hebben we opgegeten. Ja. Hartstikke leuk achtergrondje. Die hebben we nodig. Die hebben we nodig. Dit hebben we nodig. Dan zie je hier een schaaltje met allerlei lekkere dingen. Dus cayennepeper, paprika, zwarte peper, tijm, Rozemarijn, knoflook, ui, zout. Kijk eens. Het gaat gewoon allemaal in het zakje? Allemaal in het zakje. Nou. Hebben? Hij doet het. Hij doet het. Gaat hij erin? Lekker biertje erbij in. Ja. In het zakje. Gaat er lekker de zalm erbij, kan hij mooi zwemmen. Ja. Vandaar. Nou, hoppakee, zit erin. En dit lekker laten liggen voor 1 uur. En nu? Snijden. Wat ga je snijden? Salsa. Er komt een heerlijk salsaatje bij, want we gaan die zalm roken, de gemarineerde zalm in bier gaan we roken. En daarna gaan we met deze tortilla's even lekker aanzetten op de barbecue en dan dat op de tortilla met gerookte zalm en lekkere salsa. Nou, dan is het finger licking good, zoals men wel eens zegt. Dus ja, wat ik ga doen, ik heb zegt hier... alleen maar Colonel Saunders van de KFC. Ja, dat... Ja. Die zegt altijd finger licking good. Grappig dat je ook weet hoe die gast heet. Ja, ik heb daar documentaire over gezien. Ja, meen je dat? Ja, de KFC is een echt... Nou, goed, mensen, ga een keer de documentaire kijken. Ja? Oké, dan hoeven wij het fles nu niet precies, te doen. Nee, precies. Dat wordt een beetje saai, dus dan laten we dat maar niet doen. Nou, zet even onder bij de comments hoe je de documentaire vond. Heel of die ook finger licking good was. Hij is heel interessant. Ik ga een salsa maken van de mango. Zo, dat zit er even lekker allemaal in. De mango, de limoen, de ui, de avocado. Avocado. Dankjewel meneer. Ja, dus dan gaan we allemaal klein snijden.
roostertje oplichten. En dan gooi je er een bierbarrel in. Ja, als we. Ja, tang zit er vast. Ja. Ja, weet je, zelfs de beste hebben dit wel eens. Weet je, iedereen heeft wel eens een keer een foutje. Nee, ging toch wel goed. Ja, ging goed. Die daar. Hoppakee. Dan kijk even beneden. Doe ik een beetje dicht, niet te veel hitte. Dan heb ik hier mijn ziplock. Dan ga ik dit zakje zo meteen achterlangs weggeven. Lekker gemarineerd. Ja. Kijk eens. Doe ik zo. En dan gaat hij indirect. Indirect. Ja. Dus. Hoeveel graden het barbecue? Nou, niet. Ja, als je 140, 150 vind ik prima. Ja, niet te hoog. Nee, vind ik niet fijn. Dus ja, laat dit maar liggen. Niet meer, niet minder. En je kunt aan zalm zien als het klaar is als er wat eiwitten uitlopen, hè? Ja, dan zit je sowieso wel goed. Ja? Ja. Mag ook iets eerder. Iets eerder. Ja. Oké. Okay. Deze heb ik ook redelijk dicht. Ik zet hem iets open en dan laat maar gaan. De tortillas, die gaan even grillen. Ik heb hier lekker een stoofje op temperatuur. En daar gewoon even zo, kort erop. Hij sist mooi. Nou, dat denk ik. Kan goed, hè? Ja. Nou, even lekker warm maken, even een smaakje erop. Ah, zo. Hey. Hey. Vuur van sfeertjes. Ja, echt hoor. Leuk, hè? Kijk, mooi. Ja, kijk eens, de eerste grillstreepjes zitten er al op. Die komen alweer op, hè? Nou, dat willen we een beetje, zodat het wat warm wordt en wat smaak. En daar is ondertussen zie je wat rook. Dus daar is die zalm helemaal blij en happy. Hoe gaat het met de zalm? Ik denk voortreffelijk. Ja, we gaan ze even kijken. Kijk er eens. Oh ja. 55 graden kern, dat is waar we naartoe hebben gewerkt. Het is wel mooi, hè, zo. Het ziet er echt heel mooi uit. Ja, hè? Ja. Dus die scoopen we van het rooster af. Bordje eronder. Voilà. Hoe lang heeft het nou opgelegen, uurtje? Nee, dat zat minder? 25 minuutjes, zoiets. Oh, zo, de tijd gaat zo snel. Ja, gaat rap, hè? Gaat snel in. Houd gewoon even in de gaten. Meten is weten, zeg ik altijd maar. Ja, oké. Okay. Top, hè? We gaan weer naar binnen. Wat gaan we doen? Een moment supreme, het maken van die heerlijke tortillas die we willen. Ik heb hier een blaadje sla. Slaatje bla. Slaatje bla. Ik haal even die harde ding eruit. Hoppakee. Lekker als basis. Dan. In principe kan je ook gewoon zo'n zalm lekker op tafel zetten. Dan kan iedereen kan zo lekker knabbelen. Ja. Precies. Lekker zo die stukjes zalm erop. Op die manier. Ja, zalm is ook altijd wel heel erg lekker. Vind ik wel. Dankbaar product, toch? Ja. Hoppakee. Ja, een zee vol ideeën, zeg ik altijd. Een zee vol ideeën. Nou, wat een poëtische zee. Het is waanzinnig. Lepeltje. Dan. Dit er een beetje op zo. En lekker, hè? Die zalm gemarineerd in dat biertje. Dat is een mooie bijzondere smaak. Hier overheen. Ja, bier is gewoon... Weet je, met bier kun je ook zoveel doen. Ja, rauw uitje. Zeker bij brouwerijen De Molen. Als je ziet hoeveel variaties er zijn op bier... Nou. Zoveel verschillende soorten smaken. En dan? En dan lekker dat, oh kijk, een citroentje eroverheen. Limoentjes, hè, limoen. Hoppakee. Heerlijk. Heerlijk. Zalm, maar dan even anders. Lekker gemarineerd in het bier van hier. En ja, op zo'n tortilla. Dan heb je toch een heerlijk gerichtje te pakken. Kijk eens even. Dus ik zeg... Eet smakelijk. Niet twijfelen. Gewoon doen. Eet smakelijk. Geniet ervan. En ja, wil je weten wat we volgende week gaan doen? Gewoon even abonneren. Op ons kanaal wil je weten wat je allemaal kan bestellen. Of nee, ja, bestellen kan ook. Maar wil weten wat er gebeurt op het gebied van bier. www.brouwerijdemolen.nl En eten. Dat is ook belangrijk. Bastiaan, wil jij zo'n lekker biertje voor mij inschenken? Ja, ik zal even een verse voor je want openmaken. Dat vind ik toch wel echt lekker. Ja, hè? Oeh, hoor je dat? Ja, hij... dan gaan wij het weekend in. Al hoe proosten. Ga je nou precies, hoe ga je nou beter het weekend in? Nou, met een dikke schuimkraag. Nou, goed, kijk, dames en heren, professionele inschenken die Bastiaan. Ja, bijna, hè? Ja, bijna. Proost. Tot volgende week. Op de gezondheid. Op de gezondheid.